Door zo die ambitie los te laten, komt wat je in de eerste laag zou bekijken als succes, begint zo te komen. Nu zijn we met twee canvasreeksen bezig en dat is wat op voorhand mijn ambitie zou geweest zijn, maar om de verkeerde reden, om de vorm. Omdat een canvasreeks en dan de omzet dat we daarmee maken en het aanzien en er ook wel het plezier van te maken natuurlijk, maar dat was in tweede laag. En nu dat ik dat eigenlijk allemaal losgelaten heb, is dat dus het contradictorische dat succes lijkt er te zijn, maar het is er omdat ik dat juist niet wil, denk ik. We leven in een wereld waarin dat media veel meer geworden is dan gewoon film of tv. Dus het is makkelijker om te zeggen dat ik een mediamaker probeer te zijn dan een filmmaker of een tv-maker of een documentairemaker, of omdat ik het graag allemaal doe. Wat ik leuk vind, is dat het samenwerken is met heel veel mensen. Wat je ook doet, tv, film of een evenement. Het is altijd zoeken naar de meest getalenteerde mensen en dan... Of een groot deel van het werk is het talent uit andere mensen naar boven halen. En dat sturen met je eigen talent. Dus het is een soort van potpourri van heel veel verschillende personen. En dat vind ik heel leuk. Voor mij is het een zoektocht, een persoonlijke zoektocht. Dan word ik het meest gelukkig. Als het documentaires en kortfilms zijn, want ik ben nog niet aan een langspeelfilm toe. Ik ben wel aan het schrijven, maar nog niet aan het produceren. Is telkens een onderwerp zoeken waar ik graag meer over wil weten. Zeer praktisch, als in geografisch of een bepaalde cultuur, maar ook puur inhoudelijk. Ik kun niet slimmer worden of rijker worden als persoonlijkheid of zo. De wereld beter gaan begrijpen, maar heel persoonlijk, eigenlijk heel egoïstisch ook. Mijn favoriete vraag is heel lang geweest naar andere mensen toe, en dat reflecteerde ik naar mijn eigen leven ook. Wat als je over 10 jaar wakker wordt en je kan zijn wie je wilt, en je kan zijn waar je wilt en je kan aan het doen zijn wat je wilt? Wat ben je aan het doen? Maar ik was mezelf die vraag constant aan het stellen. Dus wat is mijn ambitie, wat wil ik doen en er keihard voor gaan. En ik heb beseft dat mij dat alleen maar ongelukkig maakt. Om constant bezig te zijn met wat wil ik als ik daar ben, wat wil ik bereikt hebben en wat wil ik... Dus ik ben dat nu... Dat is een beetje zoals constant proberen bij de horizon te geraken. Maar dat gaat niet. De horizon is er niet. Dat is een illusie. De horizon is voor iemand anders waar jij nu staat. En om het in dezelfde beeld te houden, wat ik meer gaan doen ben, is naar de lucht boven mij kijken. Je weet dat je daar niet kunt geraken en toch geniet je ervan en je zit eigenlijk meer in het moment zelf. Dus misschien heel zweverig, maar dus ik ben eigenlijk meer in het moment zelf gaan leven en niet bezig zijn met waar wil ik naartoe of wat wil ik nu graag doen. Voor mij was dat het ondernemershoofdstuk van een paar jaar in mijn leven. Waarbij ik een productie had starten en een reeks begon te draaien en ook een castingbureau gestart had tegelijkertijd, In the Picture heette dat. Ik begon heel erg te voelen dat om de vorm begon te gaan en ik werd eigenlijk heel ongelukkig. De projecten die ik deed waren er om het bedrijf te ondersteunen en het bedrijf was er niet om de projecten te ondersteunen. En ik werd daar heel langzaam aan zo wat ongelukkig. Het is niet dat ik echt depressief ben geweest, maar ik voelde dat niet hetgeen was wat mij gelukkig maakte. Nu dat ik dat eigenlijk allemaal losgelaten heb, is dat dus het contradictorische dat succes lijkt er te zijn, maar het is er omdat ik dat juist niet wil, denk ik. Of is dat kei ingewikkeld?